Die vergelijking veiligheid en hoofdbureau van politie. Laat ik dat vandaag hopelijk, meneer voorzitter, voor eens en voor altijd proberen weg te halen, die perceptie. En dat zeg ik, meneer voorzitter, ook als gewezen politieman. Meneer voorzitter, weet u wat betekent voor een korps politie Suriname, voor een politieofficier, voor een politieman, dat hun hoofdbureau kapot geschoten wordt, meneer de voorzitter. En daarna nooit meer en nooit meer een hoofdbureau krijgt. En ze geplaatst worden in barakken van een hotel daar op Nieuwehaven, van een zesgebouw daar te Duisburglaan. Zo is men met het korps politie in Suriname afgelopen jaren omgegaan, meneer voorzitter. Ja, ik heb het geluk gehad, ja, dat ik minister van Justitie en Politie was. Ik heb het besluit genomen om daar een hoofdbureau van politie te zetten. Het is niet correct begeleid. Daarvoor zijn er correctiemaatregelen gekomen. Maar het korps verdient een hoofdbureau van politie. En we gaan het neerzetten. Het is een trots. Het is een trots. Het is een hoofdkwartier. Zo versterkt men leiderschap bij de politie. Door daar de top te hebben en goed te huisvesten. Dat ook een gezag wat uitstraalt, meneer voorzitter. En laat dat niet in prijs uitgedrukt worden. Hier in Oegaal College, meneer voorzitter.